honderden mensen en een rode loper. Het leek wel de première van de nieuwste Bondfilm. Maar die mensen kwamen allemaal voor spiegelgevecht. Een idee van kunstenaar Joop Kessels. Hij wilde een videoclipje maken met jongeren, maar het werd uiteindelijk een speelfilm. Wat wil u met deze film? Bepaalde jongeren, een doelgroep zeg maar, die toch soms in een neerwaartse spiraal geraakt zijn en misschien een klein hart onder de riem te steken. En met dit filmproject toch een paar de ogen kunnen laten openen. In Spiegelgevecht wordt de jongeren een spiegel voorgehouden. De acteurs vond Kessels bij het welzijnswerk in Hezen, Geldrop en Eindhoven. Jongeren die soms het leven leven zoals dat ook in de film wordt getoond. Ik speel een beetje een gesloten jongen die niet zo goed weet waar hij aan moet met leven. En, dat zul je wel zien in de film. En is dat op jouw lijf geschreven of dat niet? Ik denk in zekere zin wel op iedereen's lijf geschreven. In zekere zin. Maar voor mij ook wel. Op de rode loper liepen niet alleen amateurs, maar ook Mariska van Kolk. Nee, ik heb hem niet aan, dames en heren. Dit keer in een niet zo blote jurk. Gerard van Maasakkers en Ria Valk. Hoe kwamen ze nou toch bij u terecht? Weet ik veel. Ik denk, nou, ik ben geboren in Eindhoven, dus dat scheelt een stukje, hè? Ja. Ja, ik hoor het nog een beetje. Kan jij het nog horen? Ja. Dan ga jij maar een mik halen. Gevraagd. Kijk. Dat zijn de luxe situaties, hè? Ja. En dan ook gewoon ja zeggen. Ja, ik vond het een sympathiek project. Ik had nog geen idee, maar ik moest een dag opdraven en heb ik gedaan en dat was leuk. Het is de bedoeling dat de film Spiegelgevecht ook in jongerencentra vertoond gaat worden.